Het is echt super lang geleden dat ik een extra video heb opgenomen. Dus ik dacht, ik ga gewoon weer een keertje gezellig een extra video voor jullie opnemen. Met allemaal dingetjes die ik heb geshopt. Ik heb ook wat dingetjes van Alex. Daar werk ik nu natuurlijk. En we kregen, in het half jaar krijgen we een soort shoptegoed. Budget. Daar kunnen we kleding van uitzoeken. Heb ik ook gedaan. Dus dat ga ik ook aan jullie laten zien. Dus ik hoop dat jullie dat weer een keertje leuk vinden, een extra video. Ik ga beginnen met die tas, want ik kan echt niet wachten. Ik heb hem net opgehaald bij het postkantoor. Ik heb deze dus gekregen voor een samenwerking. Get Your Designer Bag. En ik heb van hun een Jacquemus tas gekregen. Bizar. Ik ben zo enthousiast hierover. Oh, er zit chocola bij. Oh, wat lekker. Kijk, dit is het als ik de doos openmaak. Dit is het Instagram account, Get Your Designer Bag. Ik zal het wel eventjes in beeld zetten, linkje ervan erin zetten. Maar ik heb dus van hun, van haar, een tas gekregen. Kijk, er zit ook een Kylie Skins testertje bij. Ik hoop dat het licht een beetje goed is. Maar ik had gewoon heel erg veel zin om dit op te nemen en dit allemaal open te maken met jullie. En chocolaatjes. Maar ik heb dus zelf een tas van Jacquemus, die ik echt de laatste tijd super veel gebruik. Die beetje, ja, een beetje de kleur van deze trui eigenlijk. En nu heb ik dus in dat model een andere kleur gekregen. Zo leuk. Oh, tadaa. Kijk nou even hoe mooi dit is. Het is dus Le Bambino en dan de kleine versie. En ik heb hem dus in het blauw met een beetje een krokodillenprintje. Wat ik echt heel erg nice vind. Dit is dus zeg maar gewoon een Instagram account die designertassen doorverkoopt. Nou, hier zit echt nog alles bij. Het hengsel zit erin. Papieren zitten erin. Echt. Hier ben ik zo blij mee. Ik vind het ook echt heel erg leuk voor op vakantie. En ik moet eerlijk zeggen, het was geen keuze welke ze gingen opsturen of iets. Ze hadden gewoon deze klaar liggen voor een samenwerking. Waar ik super blij mee ben. Want ik zat dus al laatst te kijken naar een nieuwe kleur in dit modelletje. Omdat ik dit gewoon echt een heel erg leuk model vind. Er past niet heel erg veel in. Maar ik vind dit gewoon heel erg leuk voor met een outfit. Heel erg blij mee. Dan ga ik nu verder met deze Zara doos. Want daar heb ik dus ook allemaal dingetjes besteld. Ik ga beginnen met dit topje. Ik vond deze echt heel erg leuk. Ik hoop dat hij ook leuk staat. Het is een beetje donkerblauw met ecru. Een beetje gebroken wit gehaakt topje. Ik heb deze in een maatje S. En het was €17,95. Ik vond het wel heel erg leuk voor straks van de zomer op een shortje. Leuke laars eronder, leuk tasje, leuk hoedje. Ik zag het helemaal voor me. Dus die. Dit topje ga ik denk ik terugsturen. Ik vind hem op zich wel leuk, maar ik voel me er een beetje breed in. En het is ook niet helemaal fleur. Dus deze gaat terug. Dan een topje waar ik echt heel erg benieuwd naar ben of die leuk staat. Want ik vond deze echt heel erg mooi. En dat is een beetje een blouse-achtige top. Waarom zeg ik dat opeens hard? En aan de voorkant is die dus een beetje geknoopt in elkaar. Het is een beetje zo'n plissé stof ook. Ik weet niet of je dat op camera goed ziet. Echt heel erg mooi. Maar jullie gaan het wel zien op de aanbeelden. Deze heb ik in een XS. En was €29,95. Ik ga niet zo heel lang door over de items zoals ik ze in mijn handen heb. Dat kunnen jullie beter zien als ik ze zo meteen gewoon aan heb. Dit topje ga ik sowieso houden. Ik vind deze echt heel erg leuk. Die muisje zit wel een beetje gek. Zo denk ik. Maar ik vind dit echt heel erg leuk. Leuk voor op een witte pantalon ook of zo. Als je leuk uit eten gaat. Maar ook straks van de zomer met een wit shortje. Of een ander kleur shortje. Leuk rokje. Lange rok kan ook nog. Ik vind deze heel erg leuk. Ik vind die kleur ook mooi. Dan een topje. En dit is echt een beetje een soort badpakspul. Even kijken hoe dit zit. Even helemaal gedesoriënteerd met deze top. Hé? Hoe zit dit? Nou, ik heb geen idee. Maar in ieder geval, dit is de boven... Oh, is dit een body? Nee. Volgens mij zit dit zo. Nou, je ziet er nu echt geen reet van. Maar ik zal het op de aanbeelden wel bezig laten zien. Oh, het is wel een body. Ik denk dat hij goed zit zo. Maar hij zat echt super mooi gekruist. En hier aan de zijkant is hij gedrapeerd, wat ik echt heel erg mooi vind. En deze heb ik in een S en was €19,95. Ik denk dat het topje zo hoort, althans, ja, dat idee heb ik gewoon, dat hij zo moet. Het voelt een beetje alsof ik een badpak aan heb. Ik vind het kleurtje wel echt heel erg leuk.
Maar ik weet gewoon dat ik dit gewoon niet ga dragen. Omdat het gewoon best wel bloot is. Of nou, dat boeit me eigenlijk niet. Maar meer gewoon dat ik heel de tijd bezig ben of dit wel goed zit. Of dit wel blijft zitten. Maar ik vind het op zich wel leuk. En misschien met boobtape of zo. Of van dat fashion tape. Dat je het gewoon aan je huid kan vastplakken. Maar hij is eigenlijk ook wel een beetje te groot. Ja, ik weet het nog niet. Bij deze twijfel ik nog een beetje. Dan in datzelfde stofje heb ik ook een groene top. Dit is wel een top. Dit vind ik ook echt zo mooi. Ik hoop dat hij niet te groot gaat zijn. Want zo ziet hij er wel een beetje uit. Met één mouwtje. Aan de andere kant dan niet. En dan hier aan de voorkant zit dan ook weer zo'n draaidingetje erboven. Deze was €12,95. En heb ik ook in een maatje S. Dit topje vind ik heel leuk. Alleen ik denk dat hij net iets te groot is. Waardoor hij had een beetje zo moeten zitten. Of ik had iets grotere boobies moeten hebben. Maar dat heb ik helaas niet. Maar ik vind het wel leuk, maar niet echt iets voor mij, denk ik. Dan heb ik een shortje die vorig jaar echt al heel gewild was bij de Zara. En nu dit jaar hebben ze hem dus weer. Ik hoop dat hij past, want de kleinste maat die ze hebben is een S. Hij was €17,95 trouwens. En dat is dit broekje. Ze hebben er dus ook een trui bij, maar ik dacht, ik vind het gewoon heel erg leuk om met een linnen blouse of zo te dragen. Gewoon lekker met een bikinietje. Ik hoop dat hij gaat passen, dat hij niet te groot is. Maar dat is deze. Het is een beetje van zo'n gehaakt, lekker strandstofje. Dan een hele leuke zwarte leren blouse. Wat me dus heel erg leuk op dit broekje leek. En dat is deze. En die is dus wat korter aan de voorkant met zo'n knoop. En dan aan de achterkant is die wel weer wat langer. Dus vind ik ook wel leuk om dan bijvoorbeeld in je broek te doen. Of wel eroverheen te laten hangen. Ook leuk met een spijkerbroek. Deze was €29,95 en heb ik in een XS. Deze combinatie vind ik echt heel erg leuk. Die blouse die, ja, weer niet de juiste BH eronder aan, maar is toch wel het idee. En kijk, hier heb je dan nog dat flapje dat dan nog wat langer is. Ik vind dat wel echt heel erg leuk. Vind je dat dan niet leuk, kan je dat natuurlijk ook nog naar binnen klappen of in je broek doen of zo. Maar ik vind dit wel echt heel erg leuk, ook met dat broekje. Dit is dat broekje, hij is wel een beetje groot. Maar misschien moet ik hem gewoon iets lager dragen. Dat kan natuurlijk ook. Ik vind het wel heel erg leuk. En wel gewoon chill voor op vakantie. Lekker voor over je bikini heen. Leuk ook met dingetjes erop. Helemaal leuk vind ik dit. Ja, dit ga ik houden, deze allebei. Dan heb ik twee dezelfde topjes. Want ik wist niet helemaal welke maat ik ervan nodig had. Omdat ik dat met spijker altijd een beetje lastig vind. Maar ik heb hier de S. En dit is dus een denim corset op, maar ik vond deze wassing echt heel erg mooi en ja, die naden en zo hoe die liepen. Maar ik ben denk ik blij dat ik een S ook heb besteld, want hij ziet er best wel klein uit en spijt. Oh, deze rit op zich wel mee. En aan de zijkant heeft hij gewoon een rit zitten. En die heb ik dus ook nog in een XS, in een maatje kleiner. En deze was €25,95. Denim topje. Ik heb nu de XS aan en die zit eigenlijk ook prima. Het wordt hier alleen een beetje plat gedrukt, maar ik heb het gevoel dat dit soort dingen ook altijd nog wel uitlopen. Ik weet niet of ik dit leuk vind. Ik heb al een corset top van Zara die hier ook wel een beetje op lijkt. Moet je wel zeggen, deze is wel echt veel lekkerder. Hier kan ik tenminste nog in ademen. Maar ik vind dat het er een beetje breed door lijkt ofzo. Dus ik weet het nog niet. Verder rekt hij wel echt heel erg mee. Je hoeft niet per se een grotere maat te bestellen met deze. En die rit is gewoon chill dat hij helemaal zo tot aan beneden open gaat. Dat je hem niet heel moeilijk over je hoofd hoeft te trekken en zo. Ik vind het wel leuk, maar ik weet het niet. Wat vinden jullie? Let me know. Dan, van de Zara heb ik nog dit blouseje en deze. Doet me wel een beetje denken aan de middelbare schooltijd. Toen droeg ik altijd zulke blousejes. Maar ik vond dit gewoon heel erg leuk met straks in de zomer met een spijkershortje en dan cowboylaars eronder. Ja, waarschijnlijk ga ik echt deze zomer alles met cowboylaars dragen. Maar ik vond dit gewoon echt heel erg leuk. Of lekker voor over je bikini heen naar het strand. Ja, ik zag dit helemaal voor me. Het is een XS. Volgens mij was die €29,95. Er staat geen prijsje meer op, maar volgens mij zoiets. Dit blouseje vind ik zo schattig. Lekker voor het strand. Helemaal leuk. Ik ga namelijk eind mei ga ik met Biba samen naar Ibiza. Zoveel zin in. Dus dan is dit blouseje ook wel heel erg leuk om mee te hebben. Ik heb nu niet echt een goede BH eronder aan. Maar het is leuker gewoon met een bikinietje of zo. Een shortje. But I kind of like it. En dan als laatste van de Zara heb ik nog een linnen blouse. En deze leek me ook echt heel erg leuk. Het is een beetje een gebroken wit crème kleurtje. En dan aan de voorkant loopt hij niet helemaal gelijk. Want
er zit een knoop die je zo aan de zijkant kan vastmaken. Ja, het is een beetje lastig uit te leggen, maar ik zal het zo meteen allemaal aan je laten zien. En deze heb ik ook weer in een XS en was 39,95. Dit blouseje weet ik nou niet helemaal wat het idee ervan is. Want kijk, ik heb die twee flappen zo hangen. Moet je dit dan naar achter, moet je dan knopen? Moet dit aan de voorkant? Ik weet het niet zo goed. Ik weet ook niet. Het lijkt gewoon net alsof ik gewoon een blouse zelf geknoopt heb. Ik dacht dat het effect wat leuker zou zijn. Misschien moet ik nog eventjes op de site kijken hoe dit goed werkt. Maar I don't know. Want zo laten hangen vind ik ook niet echt een vibe. Dan heb ik bij Litchi een heel erg leuk jurkje besteld. Je kan er dus jurkjes huren. Maar nu gaan ze er dus mee stoppen. En kan je dus bij hen langs in Amsterdam om jurkjes te kopen. En dat is deze. Ik vond deze zo leuk voor de zomer straks. En met dat tasje die ik dus in het mint heb, een beetje deze kleur. Dus vind ik dat ook leuk om daarmee te combineren. En ja, ik vind dit gewoon echt een prachtig jurkje. Helemaal leuk. Hij is van het merkje Hemant en Dandita. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit zelf niet kende. Maar ik heb hem dus in een XS. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik had laatst ook al een ander jurkje bij Litchi besteld. Maar dat hebben jullie al mijn weekvlog kunnen zien. Maar met deze ben ik ook echt heel erg blij. Dit jurkje is toch geweldig. Ik vind deze zo leuk. Ik ga jullie even iets lager zetten. Kijk nou. Die achterkant ook zo met je rug dan helemaal open. En die kleurtjes. Ja, ik vind het helemaal leuk voor de zomer. Echt, er moet wel even van dat fashion tape van Litchi dat het zo vast blijft zitten. Ik vind dit zo schattig. Ik heb dus deze laarzen ook nieuw van Toral. Dat heb je dus wel in mijn weekvlog kunnen zien. Maar hoe leuk is dit om dit eronder te doen? Ja, ik ben helemaal verkocht. Dan heb ik wat dingetjes van Alice. En ik moet zeggen dat sinds ik daar werk, koop ik er zo ook best wel wat. Ja, is niet heel oké, maar goed. Deze heb ik in ieder geval even budget uitgezocht. En dit is een mint blazer. De blazers van Alex vallen altijd best wel oversized. En dat vind ik gewoon echt heel erg mooi. En deze kleur leek me heel erg leuk voor de zomer straks. Aan de zijkant heeft hij ook zo'n kopje. Gewoon echt hele mooie chille blazers. Ik heb eigenlijk altijd al mijn kleding van Alex in een XS. Voor de mensen die zich dat afvragen. En deze blazer was €190. Ik zou het natuurlijk niet op elkaar dragen. Maar ik dacht eventjes makkelijk om die blazer te laten zien. Ik vind die fit van die blazer van echt heel erg mooi. Hij valt goed oversized. Maar niet dat je denkt, heb je de blazer van je vader aan? Hij is mooi lang. Ja, ik vind het gewoon echt, al die blazers van Alex zijn gewoon echt top. Ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik kan wel merken dat ik ze chill vind. Dan van Alex nog een blouse. En ik moet zeggen dat ik wel heel erg twijfel over deze. En nog steeds niet helemaal weet. Maar ik vind het best wel vet. Ook weer met een leer zwart shortje. En dan een zwarte cowboylaars eronder. Ik ga echt alles met cowboylaars dragen. Maar goed. Het is dus een ruffel blouse. En we hebben hem dus ook in het panterprint in de winkel en in het roze. Maar ik vond dit gele wel heel erg leuk. Ook gewoon weer leuk voor over je bikini. Ik heb geen idee. Maar ik moest deze gewoon hebben. Echt in die winkel, dan zie je alles en dan moet je het gewoon hebben. En dat had ik dus ook met dit. Niet helemaal fleur, maar ik vond het wel leuk. Deze. En ik moet zeggen, ik heb hem aan en ik begin echt weer heel erg te twijfelen. Ik had hem toen in de winkel aan. Toen twijfelde ik ook. Ik dacht, nee, weet je, ik leg hem weg. Ik hoef hem niet. Maar toen, afgelopen weekend, ging de voorraad van deze super snel. Ik kreeg dan een soort drang in mezelf. Dat ik denk, ik moet dit nu ook hebben. Dus had ik dus ook met deze blouse. Maar ik weet niet. Dit is niet helemaal fleur, denk ik. Ik twijfel. Misschien ga ik deze terugbrengen. Ja. Ik weet het niet helemaal. Kijk, ik vind hem wel echt heel erg leuk. Maar is het helemaal fleur? Ik weet het niet. Misschien vind ik dit gewoon leuker bij andere mensen. En dan als laatste van Alex heb ik dus ook deze blouse uitgekozen. Gewoon een hele simpele witte linnen blouse, maar het is gewoon van echt hele goede kwaliteit. En ik heb wel wat linnen blouses, maar die worden gewoon of snel lelijk, of die vallen toch niet helemaal zoals ik wil. En deze wel, die heb ik in een XS en die was €130. En deze heb ik dus uit mijn budget uitgekozen. En hij is ook wat langer, vind ik ook weer leuk. Schat van de zomer voor over je bikini. Met een leuk shortje, met een leuk rokje. Ik heb geen idee, maar ik vond het wel heel erg leuk. Dus vandaar. Dan die linnen blouse. Niet heel bijzonder natuurlijk, maar het is gewoon echt een perfecte chillen. Oeh, ging mij om mijn bek. Gewoon een perfecte chillen
linnen blouse. Hij is ook wat langer en valt ze ook lekker over je billen heen. Dat als je naar het strand aantrekt, dat je niet de hele tijd zit te kutten ermee. Dat je billen eronder uitkomen of iets. Ja, ik vind het heel erg leuk. Ook zeg maar als je de helft zo in zo'n spijkershortje doet. Zo helemaal leuk. En dan, voor de mensen die mijn vorige week nog hebben gezien, die hebben kunnen zien dat ik bij de Toral Sample Sale wat laarsje had bemachtigd. En daarna heb ik nog een paar besteld. Ik kon ze gewoon niet aan mijn kop krijgen. Dus ik heb deze ook nog besteld. Oh, hoe leuk zijn deze? Ik heb nu wel echt veel te veel laarzen. Ik heb nu 10 paar cowboy laarzen. Quite a lot, but ik vind het echt heel erg leuk. Ik heb ze dus wel een maatje 37, want 36 was er niet meer. En ik moest en zou ze hebben. Dus ik heb ze in een 37 besteld. Maar op zich, als ik er een zootje in doe, zitten ze prima. En ik had ook zoiets, die 36 krijg ik in de zomer best wel lastig uit als ik van die warme opgezwollen voeten heb. En misschien met 37 niet, dus dat scheelt weer. Maar goed, die wil ik dus ook nog even aan je laten zien. En dan als laatst, wat ik op Vinted heb besteld. Het is wel van Alex, maar wel Vinted. Is dit setje. Kaartje en alles zat er nog aan. Ze had het dus nog nooit gedragen. Wat ik altijd wel chill vind om te weten. Ik ga het alsnog wel een keertje wassen. Maar als kaartje er al aan zit, heb ik er al iets meer vertrouwen in. Maar dat is dus deze lange wijde broek. Daar zit dus een beetje een soort panterprintje in. Heel erg leuk. En daarbij bij de behorende blouse als setje. Ik vond dit echt heel erg leuk voor straks lekker in de zomer. Lekker ook op werk. Want ja, we moesten natuurlijk ook gewoon dingen van Alex aan. Maakt op zich niet heel veel uit als het van oudere collecties is. Als het maar van Alex is, gecombineerd met nieuw. Dus ik vond dit wel een heel erg leuk setje om in mijn kast te hebben. Dus dat. Ik heb nu dit setje van Alex aan. Ja, ik vind dit echt heel erg leuk. Die broek zit ook goed. Beetje aan de grote kant. Maar dat komt ook omdat er achter wat elastiek zit. Ik vind het heel erg leuk. Ook om dan zo'n één knoopje open te laten. Moet wel even strijken nog. Maar ja, ik ben hier heel erg blij mee. Ik vind dit ook heel erg chill om straks lekker aan te kunnen met werk en zo. Helemaal leuk. Volgens mij ben ik er echt best wel snel doorheen gegaan. Ik wil er ook niet een te langdradige video van maken. En ik had gewoon eventjes zin om al deze dingetjes met jullie open te maken en te laten zien. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om weer een keertje een extra video te zien. Iets anders dan een weekvlog. Ik heb dus met Zoe nu een kantoorpandje. Superleuk. Dus eigenlijk wil ik gewoon standaard elke maandag er extra video's gaan opnemen. Zodat er elke week een weekvlog en een extra video online komt. Moet lukken, denk ik. Omdat als je daar bent, dan word je er toch iets meer toe gezet dan dat je thuis in je bed zit. Dus daar ga ik naar streven en dat gaat denk ik ook wel lukken. Maar ik hoop dat jullie deze extra video, of in ieder geval deze shoplog, leuk vonden. Ik ga proberen van alles eventjes linkjes te zoeken en in de beschrijving te zetten. En dan hoop ik jullie in de volgende video weer te zien.